zelf. Maar als we van de pijlstelling kunt verstellen, dat zal in de lucht gedemonstreerd worden.
gecombineerde zouden bepaalde specifieke helikoptermanoeuvres en die best ontwijkt. En dames en heren, als u naar links kijkt, de drone ziet u de grasshoppers aankomen. Ik heb echt gewoon uitgemaakt.
dan de toren heeft erbij gemaakt. Op het moment van we noemen het die kist die vaker. We denken dat het wel zo rond de 3000 in de richting van Dordrecht te vliegen. Om daardoor de verkeersleiding van op zichzelf present. Met een zeer beschaafd geluidje. In de verte hoort u dan knetteren. Daar geeft iemand even vol gas om de rest van de formatie in te halen. Opgemaakt door de Noordduin in Canada. Op die XS-vliegtuigen, want u ziet hier XS-249 of staat op die XS-vliegtuigen.
naar de Frans. Ze leveren 400 kilogram stuwdruk elke afval op.
vliegtuig is het niet zo zwaar. Het is tussen 2000 en 3500 kilo afhankelijk van wat je dan allemaal aanhoudt en iets stopt. Maximale snelheid van het apparaat is een 680 km per uur. Thank you.
Hij zal u nu meteen aan de gang stellen over de instelling om wiggelingen te gebruiken.
Ik ga er gewoon niet meer.
regelmatig uitrijden bij grote invalshoeken als het team flink de hoek optrekt. De roeijas liggen niets aan te doen. Gebruik van die rookraketjes aan de vleugeltips die in vergelijking met Sidewinder zoeken de raketten in dit geval Smokewinder. Als er zo weinig vervolg is, heb je ook weinig om mee te schrijven.
houden. Je moet je dik 90 graden omdraaien om je daarnaast te blijven zien. En je daar behoorlijk op oriënteren. Je wordt dan het afstandsgat een beetje lastig. Het is heel moeilijk om een mooie, evenredige spijlafstanden aan te houden. Maar dat mag het goed betekent. Dat wil dan Willem Wildvang, die als captain van deze maand. Dat is in de auto van Mark.
neus ook naar beneden steekt, boven de 256 knooppunten van snelheid komen, want dat is namelijk de maximale snelheid die een fretje mag vliegen, althans deze fretje. En dan in al deze manoeuvres wordt er ook nog, doordat je dan wel een sporenberg die er als boordwerktuigkundige intussen zit, zo af en toe, natuurlijk op commando van de vlieger, een motor afgezet. Je ziet, op één motor gaat het ook nog keurig. De steile bol, hier heb je al 2G. Stiller zet de motor weer in de ventilatiestand. Die wordt dan aangeblazen door de luchtstroom en weer opgestart. Overigens is dat voor Willem Wildvacht in te sturen natuurlijk helemaal niet zo gemakkelijk. Want iedere keer als er een motor wordt afgezet, vindt hij aan die kant het vermogen. Hij moet die voor de voet sturen en zakken die bak terug naar operationele hoogte. En met hoge snelheid een mooie paas. Vandaag is het standaard. Uitgehaald, die moet zo licht mogelijk maken. En bovendien is het watermethanol-injectiesysteem van het vliegtuig even buiten gebruik gesteld. En vervangen door het smoke system. De watermethanol-pomp wordt gebruikt om dierolie in de uitlaatgassen te pompen, zodat je hier nooit meer de rookstreep tussen krijgt. Willem Wildvacht. Die zit te sturen, wordt bijgestaan door zijn co-pilot. En waar net een hoge bocht gemaakt werd met die motoruit, zit er een gewoon steile bocht. En ik zeg altijd, trek je al 2G bij 60 graden helling. Een steile bocht op één motor, binnen de grens van het vliegveld. Prachtig mooi gevlogen. En je moet straks maar eens kijken als die propeller weer gaat draaien. Nu, dan komt er helemaal geen rimpel in die rookstreep. Niks, want ik vlieg gewoon rechtdoor. En ik kan u vertellen dat Willem Wildvacht daar even aardig zit te schoppen. Om het ding mogelijk recht te houden. Willem kijkt bij deze show alleen maar naar buiten. En let alleen maar op het vliegveld, op de horizon en op de sturen. Jantje Brekelmans. En omhoog moet er onmiddellijk vol vermogen tegenaan gegooid worden, uiteraard. Het is ontzettend jammer natuurlijk, maar zo gaat het nog eenmaal. Vliegtuigen worden ouder en als ze ouder worden, worden ze vervangen. En de 3-4 schonderen zit nu ook in. Situatie dat fretships er langzamerhand één voor één uitgaan en vervangen worden door allerlei andere vliegtuigen. De Hercules die hier staat. Het is ook de bedoeling dat er nog wat Fokker 60's komen. Heb ik een fretship association opgericht die heel graag fretships in de lucht houdt. U kunt daar alle informatie over krijgen in de tentoonstellingshangar over de vliegmannen zijn dat tegenwoordig. Zo wordt er bij het demo-team de landing ingezet. Je haalt alle snelheid eruit, doet de wielen uit, van de flaps helemaal uit, dan doe je het gas dicht en dan laat je ding als naar de dit lijkt altijd heel gek, wat je hier in het vliegtuig zit. Maar ik kan het verzekeren, in sommige omstandigheden is dat graag om een steile nadering te maken, een stinkproach. En wat ik hier zag, was in feite een stinkproach, alleen wat korter dan normaal, van de fretje.
beschrijving van dit. Dat denken we met name even aan andere dingen, maar ook aan andere instrumenten. Als het dan ook.
Ook al dit toestel zijn de typische gereedschappen van het Zeebo-bestrijdingsmachine. Die met boom. Dat is ook meteen die extra verdieping die aan de kommet werd toegevoegd. Om allerlei apparatuur en wapens voor de Zeebo-bestrijding mee te nemen. Neem erop voor nood gebruik. Thank you.
Thank you.
zwaar werk om zo te manoeuvreren en onder zoveel G en enorme druk steenbal te vliegen. Natuurlijk gaat het niet alleen voor demo's om, maar ik moet je voorstellen dat zo'n onderschattingsjaar ook in luchtgevechten terecht kan komen. En dan kom je toch in terecht in zaken die nog een beetje heviger zijn dan zo'n demo. De snelheden worden hoger en je zit langer op de onder G-getallen. Bovendien is de dreiging daar wat hoger. Het is een uitzonderlijke situatie die je eigenlijk voor je plezier doet. In luchtgevechten is dat alleen niet anders. And an average system, wing to wing, of about
Ik neem aan dat u dat een beetje meegekregen heeft. Een van de dingen die de fritsie tegenwoordig zich bevoordeelt, maar waar ze zich ook enorm houden, is altijd in uw zicht te blijven. Altijd binnen het zicht van het publiek. Gedurende de 22 minuten durende show zijn ze voortdurend voor u zichtbaar. 22 minuten. To section of 5, double wedge, the first figure of the first Nickelodeon that is just after the takeoff in order to show you the distance from wing to wing. A Schneider, right Schneider in double wedge. Thank you.
but from the left, the solo is around. Cruise 7.5. This will a negative pull up of minus 4. Hello, thank you.
samen na die bombers heel snel weer opwarmingen. En ben je met de vleugeltjes zo'n anderhalve meter uit elkaar. Hou je compacte formatie. Let's try to lock. Dat zijn de mannen die daar aan de zee staan.
is deze links er één van. De deur opengaat, de linie wordt uitgedraaid en de helikopterontvaring in gelegenheid wordt gebracht. Om de beide mannen op te pikken. Motoren gaan een ruim vliegtuig, ook echt in staat om die SAR, die search en rescue act. Nou, er staat nu een straf windje, maar u kunt zich voorstellen dat als boven de Noordzee wordt geopereerd en er staat een stevige bries, dat de vlieger aan boord zijn handen vol heeft om het toestel recht. We gaan een technisch hoofdstandje leveren met superkritische vleugels en de laatste stand der techniek. Je kan ook zeggen, ik moet een koffer hebben. Nou, het gewicht is voor dit toestel niet zo'n verschrikkelijk probleem. Die Svetsov-motoren worden nog steeds gebouwd. Niet alleen voor dit soort toestellen, maar ook voor de Dakota worden ze tegenwoordig gemaakt. Omdat de Rijkscyclones en de Predators die je vindt, dat worden. Enige leidwijze met 30 in de vorm. En dat is dit vorm toch weer een record. En dat is al het punt waar je moet gaan lopen. Ik kon de trendje inmiddels wel hier. Van de vertraagde mitrailleurs als de 2x2 20 mm kanonnen. En dan aangevuld met een aantal raketwerpers, bommen en granaten. En extra. Als dat de slagbaan nodig heeft, kun je hier door lopen. Met de wind weten dat het altijd nog lang genoeg is. Het hele vliegschema niet te veel op te houden. Als die mannen in de lucht zijn. Dit wordt gebruikt voor privévliegen, maar ook voor vliegopleidingen, inspecties en allerlei foto- en filmwerk. Ja, de machine van de Aero Company Vliegschool Teugen op het vliegveldje Teugen in Apeldoorn. Als ik dus op de markt zetten met wat meer werk dan alleen voor die luchtmachtinstructeurs of MLE-instructeurs. Een aantal standaard vliegoefeningen, snelheidsveranderingen, bochten, quickstops. En wellicht is het ook mogelijk als u daar langs over heeft om eens een keer mee te vliegen. U kunt daarvoor in de pionierhangar op Lelystad afspelen. Op de baan links in de verte zie ik nu de drie vliegtuigen van de Seagull. De collega commentator die eens even bij ons kan kijken. We hebben al eerder, al net als Nicolies Houten is Jan een event die alles weet van de historie en de ontwikkeling van vliegtuigen. Aangezien ik... mijn slingers en bewegingen aan ons mee kunnen maken zonder dat de smering in gevaar komt, zonder dat de benzine toe.